Wat doe jij allemaal? Oh, dat is wel makkelijk, dan kan ik gelijk bij je kietenplekje. Maar goed, ik ga me nu even opmaken. Het is al wat later, ik moet straks ook weer weg. En dat is dus de make-up look van vandaag. En wij gaan naar... Mama, waarom doet hij zo gek? Ik druk op het kijken. Ja, ik weet het. Dat lampje is een beetje raar aan het doen momenteel elke keer. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vrijdag en ik kreeg net bericht dat Sarah de juf ziek is. Ja. En ze kunnen de klas niet verdelen. Ja, en ik kan dat vertellen. Oh. We hadden eigenlijk een studiedag. Ja. Maar uiteindelijk moesten we naar school omdat we al zoveel dagen hadden gemist. Werd de juf ziek, hebben we weer een studiedag. Ja, eigenlijk wel. Daar had ik nog niet eens over nagedacht. Heel scherp. Oh. Mag ik met Chelsea? Ja. Heb je al een beetje op? Nee, ik ben mijn thee aan het drinken. Als jij hebt ontbeten, mag je Kitty zo wakker maken? Kitty is al wakker. Oh, is zo wakker? Heb je haar al wakker gemaakt? Ja. Dus ik denk ik weer te slapen. Geeft de groot gelijk. Zo lekker. Ik was net up en een beetje running. En toen kreeg ik het bericht. Dus ja, een beetje jammer. Als ik het had gelezen dat ik nog in mijn bed lag. Net voordat ik jou uit bed haalde. Ja. Dan waren we allemaal blijven liggen nog even een uurtje. Ja, ja, maar wij zijn nu al lekker rijden. Het is veel, veel beter. Ja, en Mila stond ook al voor de deur, maar die is naar Georgia meegegaan naar de werk. Ja, naar die mocht kiezen. Om mijn ogen irriteren. Dus ja, die is daar meegegaan, maar anders was ze hier. Maar dat was op zich niet heel praktisch. Maar het kon wel... Dus daar had ik het al gelijk over. Nou, als ze geen oppas hebben, dan kan Mila gewoon hier blijven. Maar dat was in dit geval niet nodig, want Mila kon mee. Dus, nou, een hele andere dag dan dat we dachten. Maar we gaan er gewoon een leuke dag van maken. En je mag zo wel op de tablet een stukje schoolwerk doen, hè? Nee, maar dat is geen deze bel. Nee, dat was een reclame. Ondertussen zijn we allemaal uit bed. Kitty is ook uit bed. Niet hoor, papa is weer uit bed. Oh, ik ben weer verstopt in bed. Nou, dan... Is die wel plat geworden? Want ik maakte het bed op en ik zag geen bol. Heb je een platte papa gemaakt? Nee, ik heb hem... Hij dacht toen... toen was hij gewoon beneden. Toen ging hij naar boven. Toen was hij bij het toilet. Toen jij naar binnen ging, moest ik naar boven is hij in bed gaan liggen. Oh, oké. Okay. Maar ik was daar nu net nog, hoor. Maar goed, we hebben net gegeten. Zij had net rijstwafels voor ons gemaakt, heel lief. En ik heb er wel gedoucht en aangekleed, maar ik moet nog opmaken. En ik heb geen zin om op te staan. Want ik had een hele productieve dag gepland. En dan gaat school niet door. En toen had ik geen zin meer. Wat doe jij allemaal? Oh, dat is wel makkelijk. Dan kan ik gelijk bij je kietenplekje. Dus ja, we zijn nu lekker bank aan het hangen. En deze is vervelend. Oh, je is vervelend. Help Kitty. Kitty. Help me. Jij was toch zo sterk? Jij was toch zo sterk? Oeh, je was toch zo sterk? Oh, vlug maar, vlug maar. Ik moet me op gaan maken, wat gaan doen? Geen stinkvoet. Wie stinkvoet, stinkvoet, stinkvoet. Oh ja, vandaag is de live strijd. Ja, ik heb geen zin in. Avondklok is bezig. Mama zei, ik heb geen zin in een stinkvoet. Ik heb geen zin. Jij bent stinkvoet. Stinkvoet. Jij bent een stinkvoet. Je zei, ik heb geen zin, stinkvoet. Nee, maar dat was wel het einde van zin, maar ik heb geen zin. Het is hier echt een meidenhuis. Iedereen loopt door elkaar en te kakelen. Maar goed, ik ga me nu even opmaken. Het is al wat later, ik moet straks ook weer weg. Kitty is beneden lunch aan het maken. Voor zichzelf, want ik heb eigenlijk tussendoor heel veel al gegeten. Dus ik ga me opmaken, dan mijn haar krullen. En Kitty doet mijn achterkant. Ik haat mijn achterkant doen. Dan krul ik heel vaak mijn haar niet. Want voor vind ik oké. Maar achter vind ik altijd echt een drama. Maar ik vind het zo fijn als mijn haar gekruld is. Oh, je slecht plekken weg. En ja, ik heb vandaag natuurlijk onverwachts meer tijd. Want ik wilde heel veel andere dingen doen. Maar
ja, toen was Sarah toch thuis. Dus toen dacht ik, ja, nou, dan gooi ik het helemaal om. Wat ik trouwens tegenwoordig doe, ik gebruik het liefst BB cream. En ik heb deze, de L'Oreal BB Je Magique. En die heb ik in de kleur middel. Maar daar doe ik een heel klein beetje foundation doorheen. Omdat ik gewoon foundation vind ik niet mooi bij mezelf. Te dik, te dekkend. En te opgemaakt uitzien. Maar als ik een paar druppeltjes net erdoor doe, dan wordt mijn BB cream net iets dekkender. Kijk, ik doe echt maar een heel klein beetje. Zie je dat zo? Een beetje voorzichtig voordat het van mijn hand afloopt. En dan mix ik hem. En ik vind dat echt super mooi worden. Dan is het, ja, zit het dus tussen BB cream en foundation in. Dan geeft hij net iets meer kleur. Net iets dekkender zonder dat je helemaal een opgemaakte huid hebt. Dus, want ik heb nog steeds niet de perfecte tussenfoundation gevonden. En ik zie hem altijd nog een beetje door op mijn huid. En deze lijkt in het begin altijd heel wit. Omdat deze BB cream neemt kleur aan als die op de huid, als die warm wordt. Nou, je huidskleur. Maar daar zeg ik, ik vind hem met slechte plekken, vind ik hem net niet heel mooi dekkend. En met dat beetje foundation erdoor, dus wel. En vaak doe je ook concealer over je foundation heen. Maar omdat deze neemt heel erg kleur aan van je huid. Dus als je slechte plekken hebt en je doet geen concealer eronder, dan wordt die daar dus donkerder. En dan heb je dus nog steeds eigenlijk dat je die plekken erdoor ziet. Terwijl als ik die concealer eronder doe, dan heb je dat dus niet. Dus dat werkt heel goed. Kijk, zie je, hij is nog steeds niet super dekkend, maar geeft net iets meer kleur. Waardoor hij gewoon slechte plekken wat beter uit je huid haalt. En het fijne van die BB cream is ook dat hij heel voedend is aan mijn huid. Dus in plaats dat mijn huid slechter wordt ervan, vind ik echt dat mijn huid echt heel fijn is. Einde van de dag gewoon heel erg verzorgd. Omdat er natuurlijk gewoon een hele goede dagcreme ook in zit. Is je huid echt, echt mega verzorgd ervan. Op mijn ogen gebruik ik nu deze vandaag van L'Oreal. Ik weet niet hoe die heet eigenlijk. Maar goed, daar gebruik ik deze kwast voor. De kleinere. En dit is wel een heel mooi palet, vind ik. Ik vind die kleuren heel mooi. Die matchen ook perfect met elkaar. En dan gebruik ik de middelste kleur op mijn ooglid. En hoe is deze op? Ik gebruik ook nooit de kastjes die erbij zitten, want die vind ik altijd echt verschrikkelijk. De donkere kleur, die zet ik aan in de crease. Die moet ik zo wel echt goed uitdunnen, want die is best heftig zo. Ik vind dat jammer dat als school, ik heb 's ochtends gewoon niet de tijd. En dan 's middags gun ik mezelf de tijd die er niet meer voor. Terwijl ik het heerlijk vind. Ja, mom life soms. Zo. En die allerlichtste, die gebruik ik in mijn ooghoek. En dan glimt die iets meer. Oh, ik prik het echt in mijn oog. En die kan je ook eventueel net een klein beetje aanzetten onder je wenkbrauwen. Zo, en dan met een bredere kwast ga ik hem altijd mengen. En uitvagen. Zie je, dan wordt hij. Oh, je ziet het niet. Dan wordt hij veel mooier. Ik krijg te veel rimpels. Zo. Hij gaat aan de ene kant alleen een stuk mooier dan aan de andere kant. Echt, ik heb zo'n haatliefde relatie met make-up. Goed zit, vind ik het fantastisch. En als het niet wil. En dan gebruik ik daarna van Maybelline de Hyper Persist All Day als eyeliner. En deze vind ik heel fijn, maar als ik hem moet gebruiken, zet ik hem altijd rechtop. Want als ik dat niet doe, dan komt er niks uit.
de een of andere manier. En hij ligt altijd plat in mijn make-up kist. Dus ik haal hem er altijd van tevoren uit. Gaat het goed, Sarah? Wat zei je? Gaat het goed? Wat? Gaat het nog goed? Ja. Oké. Ik vind deze wel heel mooi. Hij maakt een hele mooie lijn aan. Zo hebben we dat gedaan. En ik ga vandaag weer mijn Charlotte Tilbury Legendary Lashes Volume 2 gebruiken. En ik ben benieuwd, want ik had hem natuurlijk vorige keer gebruikt. Toen was die voor het eerst. En dan vind ik, ja, meestal vind ik mascara's als ze net nieuw zijn niet op hun fijnst. Maar ik vind hem dus met de eerste laag, denk ik, nou. Maar als je meerdere lagen opbrengt, is die toch wel heel mooi. En ik moet ook echt mijn krultand aanzetten. Kijk, als die op zit, is die dus wel mooi. Maar je moet wel echt vier lagen aanbrengen. Dan voor blush gebruik ik momenteel deze. L'Oréal Le Blush. En dat is een van de weinigen waar ik het originele kwastje dus wel bij gebruik. Want ik vind hem heel mooi om hem daarmee aan te zetten. En dan heb ik wel een andere borstel. Deze grote. En daarmee doe ik hem dus. Oh, ja? Zo. Zo, dan vind ik hem altijd wel heel mooi als je mooi uitveegt. Ik heb een beetje veel gedaan vandaag. Oh, maar goed, lekker zond kleurtje. En dan ga ik deze van Revolutions gebruiken, highlighter. En ik heb deze kwast. En ik vind type kwast heel fijn, maar op de een of andere manier is deze te stug. Dus die vind ik iets minder fijn, maar goed. Zo, ik vind mijn blush een beetje veel vandaag. Maar goed, daar heb ik mijn haar los, dan valt het ook mee. Maar deze kwast is een beetje te stug eigenlijk. Dus ik wil een andere hiervoor. Maar goed, die heb ik nu op dit moment niet. Hij is op zich redelijk hoor, maar het is niet de allerfijnste kwast. Ik ga even met mijn handen. Dan zorg ik altijd dat die blush en die highlighter ook nog een beetje in elkaar overlopen. En het restje gebruik ik meestal nog even onder mijn wenkbrauwen. En voor mijn wenkbrauwen gebruik ik altijd grijs. Ik heb dit potlood van Yves Saint Laurent. In de buitenkant is die heel erg afgesleten. En teken ik altijd net even die wat kalere vlekjes bij. Dan lijken ze net wat voller. En het voordeel met grijs is dat je eigenlijk niet echt ziet dat je ze bijgetekend hebt, omdat het een soort schaduweffect eronder geeft. Dat heb ik pas ook verteld. Ik vind dat ideaal. Mama? Ja, schat? Ik heb een boormachine nodig. Een boormachine? Ik heb een boor nodig. Oh, een boormachine. En dat is dus de make-up look van vandaag. En nu, oh, ik vergeet weer helemaal om mijn krulton aan te zetten. Dit is die van Max Pro. En ik wil deze in alle maten. Want ik vind hem fantastisch, echt waar. Hij krult zo goed. Ik heb nog nooit zo'n fijne krultang gehad. Je kan hem dus helemaal op temperatuur instellen. Maar bij mij gaan krullen altijd heel snel uit. En dat is dus gewoon met deze tang niet. In ieder geval is het niet eens een tang meer. Dus hij pakt het zo fantastisch goed op. Echt, ik vind het geweldig. Kijk hoe fantastisch ze pakt. Ja, ik moet ze nog uitborsten natuurlijk, want ik vind het zo niet mooi. Maar hij pakt het zo goed, terwijl ik hem er echt maar 2 seconden in heb of zo. Zo, mijn haar zit erin. Ik heb weer krul. Jee. En nog even een klein stukje langer en dan kan ik weer een iets grotere tang gaan gebruiken. Want die is eigenlijk te dik voor de lengte van mijn haar nu. Ben je dat zo blij? Wat zeg je? Kitty is er net al naar huis gegaan. Ja, ik ben er hier. Ja, ik ben hier. En wij gaan naar Nadine. Verjaardag. Want Lisa die was pas jarig. Ja, kijk, die en zijn maar toen waren ze dat weekend allemaal een beetje ziek. Maar gewoon buikziek.
En nu weer beter. Dus we gaan nu zo'n cadeautje. Ja, mooi toch? Bij ons. En daar heb ik nog een bij gehaald, want ik had een cadeau besteld. En die was zo. Sarah, je moet hem even opzij, want je blokkeert mijn zicht. Dus dan kan ik niet zo goed gaan rijden. Ja. Een kleine My Little Pony. Ja, ik had dus een cadeau besteld, maar ik dacht dat het te groot van een blikje was, zeg maar, een drinkblikje. Maar toen kreeg ik binnen, was het maar zo'n dingetje. Maar het is op zich hartstikke leuk, maar het was zo mini. Ik denk, ja, je durft gewoon niet meer aan te komen. Dus toen heb ik nog een zak snoepje erbij besteld. Jolly. Ja, ik denk, dan lijkt het toch nog wel een beetje een cadeau qua volume, zeker met kinderen. Ja, en we hebben ook twee tekeningen en een stokje met hetzelfde verpakking van Anna en Elsa. Wat zij superleuk vindt. Dus zo lijkt het toch nog bij elkaar wel een cadeau. Maar het was echt zo sneu. Mama, sneu. Je telefoon trilt. Ja, nou die trilt wel vaker. Dat komt wel goed dadelijk. Maar wat deze auto van staat te doen. Zo, kan jij niet even mij er langs laten, meneer? Hij kan ook gewoon daar gaan staan. Nou, deze is wel heel asiel. Maar goed, we gaan daarheen. En we eten daar. Marco die werkt of tot laat. Weet je, patatjes eten, een stukje erbij. Ja, lekker hè? Ja, ik doe een patatje. Met frikandel of kipnuggets. En als we bij de Kentucky zijn, neem ik die lekker. Nee, bij de snackbar daar. De snackbar. Oké, dus... Ik zou frikandel nemen, want kipnuggets, jij vindt niet elke kipnuggets lekker. Neem ik wel twee frikandels. Nee, eentje. Je krijgt gewoon één snackje. Alle kindjes krijgen één snackje. Dus jij hebt zin in een kerstdiner. Ja. Maar ja. Mama, waarom doet hij zo gek? Ik druk op het kijk. Ja, ik weet het. Dat lampje is een beetje raar aan het doen momenteel elke keer. En de ruit is beslagen. We komen net van Nadine. En dat was echt heel gezellig. We hebben wat patatjes en ik heb twee. Oh, ik heb zoveel patat op. Ja, en ik heb bijna twee. Je hebt een klein stukje van meegenomen van... frikandel. En ik heb één bitterbal op. Ja, je hebt bijna allemaal frikandel, bitterbal en heel veel patat, weet je. Ja. En ik had kipnuggets en een kroket en heel veel patat. Heel veel patat. Je had ook nog een bitterbal. Nee, ik heb geen bitterbal. Wel, je hebt eentje. Deze had echt niet. En dat is toch een frikandel? Ja, ik had een klein stukje van je frikandel. Jij kon er ook een bitterbal in de mond. Ja, want anders had jij wel heel veel snacks in met andere kindjes. En wilden we het anders delen, maar toen wilde niemand het. Daarom heb ik die frikandel uiteindelijk genomen. Had ik zoiets neem minder patat, maar toen bleef de patat over en ik moest stoppen. En toen heb ik alsnog heel veel patat gegeten. Maar goed, ik heb daar niet gefilmd, omdat niet iedereen het heel prettig vindt als de kindjes altijd in beeld gingen. En ja, dus soms werk je daar omheen, maar we hebben het zo verschrikkelijk leuk gehad. Het was echt, Ik heb hoe leuk het huis is. En ik probeerde wat te zeggen. Oh ja, sorry, maar dat huis was nu. Maar vertel. Ja, ik weet het gewoon niet. Met de Barbies? Nee. Oh, met we hebben gewoon een tafeltje mooi neergezet. Barbies spulletjes en twee Barbies. En daar een kleine tent wat onderin ligt gezet. We hebben het vadertje moedertje gespeeld. En daarna hebben we Anna en Elsa gespeeld. Ja, jullie hebben echt heel veel en heel lief gespeeld. Ja. We zijn weer thuis. En ik ga thee zetten. Zo, hij ligt net op bed. Alleen, ik heb net zoveel thee op dat eigenlijk ik het gevoel heb dat ik geen thee meer moet drinken. Dat mijn buik te vol zit. Alleen heb ik er wel echt trek in. Want mij heb ik een vlek. Nee, die is niet weg. Ik heb gewoon echt super trek in thee. Maar ik heb net ook echt al zoveel thee gedronken. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Ook gelijk weer mijn boodschappen binnengekregen. Nu mijn koelkast staat een beetje vol. Omdat we elke keer schapen liggen te eten. Maar dit al besteld was. Dus we moeten echt kijken of ik het in de koelkast kan krijgen allemaal. Dat wordt even spannend. Nou, we gaan het zo zien. Ik doe het meestal eerst even uitpakken en dan sorteren van dit moet in de koelkast, dit in de freezer. Ik vind dat altijd fijn, dan kan je het heel snel opruimen daarna. Vraag me niet hoe, maar ik heb mijn boodschappen in de koelkast gekregen. Maar het is echt een gevoel als je hem open doet van valt alsjeblieft niet uit.
Maar goed, morgen gaan we er even aan eten en dan wordt het vanzelf weer wat minder. En Marco die is onderweg naar huis en dan gaan we nog even denk een filmpje kijken of zo. We hebben vandaag nog een beetje tv gehangen, of voor de tv gehangen en zo. Ik kreeg ook wat minder leuk nieuws. Alleen, ik heb even geen zin om daar nu iets over te delen. Marco zal naar boven gaan. Ik ben nog heel even dit aan het opruimen. En dan ga ik ook lekker slapen. Het is al best wel wat later. Maar goed, het is vakantie, dus het mag. Ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!